Er is een fantastisch mooi initiatief, wat al enkele jaren loopt, met veel partners. En dat heet A Great Place to Live. Michiel Wijgmans is mede-initiatiefnemer van Label, een ICT-club. Hij is voorzitter van A Great Place to Live en gaat jullie graag meenemen in zijn beleving van A Great Place. Soms voel ik me een beetje zo. Dit is een Finex-wijk en iemand bedacht, dit kan echt niet. Dit ziet er niet uit. Ik ga er wat aan doen. En hij heeft gewoon een grasmatje gepakt. En hij had het lef zich te verwonderen over waarom ziet deze wijk er zo uit en ik ga er wat aan doen. Toen ik nadacht over de stelling sociale innovatie, dacht ik, dat moet ik eerst maar eens even begrijpen voordat ik daar wat over ga zeggen. Dit is volgens mij innovatie. Het is gewoon een fluitketel. Je stopt hem in het stopcontact en je hebt een waterkoker. Twee dingen, je voegt ze samen en dan heb je innovatie. Zo wordt het ook, staat geloof ik ook in het woordenboek. Maar sociale innovatie, welke dingen moet je dan samenvoegen? Is dit sociale innovatie? Als je heel veel mensen samenvoegt en je hebt een gemeenschappelijk doel, krijg je dan innovatie? Dit zijn wel de nieuwe werkvormen. Het kwam net al een paar keer voorbij. Flexwerken ook. Is dat dan sociale innovatie? Is dit het ultieme flexwerken? Gewoon met je kind op je rug, overal heen, Twitter op zak, LinkedIn, mensen ontmoeten, als er maar goede koffie is en draadloos internet. Gaan we daarheen? Ik vond het wel een leuk plaatje. Volgens mij is dit sociale innovatie. Volgens mij gaat het over het herontdekken van kwaliteit in sociale interactie. En sociale interactie, dat bestaat al zolang er mensen bestaan. Alleen het gaat om de kwaliteit in die sociale interactie. Als je die herontdekt, want er ging veel mis in de industriële revolutie, dan kun je verder bouwen, kunnen innoveren. Hier ging het mis. We zagen net ook in de eerste presentatie van die leuke plaatjes. Iemand heeft gewoon nagelaten hier iets aan te doen. Wat jammer toch? Maar er gaat ook heel veel goed. In Noorwegen is een eiland en dat is een gevangenis. En dit zijn gevangenen. En de laatste jaren van hun gevangenisstraf, het zijn echt zware criminelen, die mogen zij doorbrengen op dat eiland met groepen. Ze wonen daar in groepen en ze moeten daar allerlei taken verrichten. Er is een mooie documentaire over geweest, op Holland Doc geloof ik. Zij worden klaargestoomd voor de maatschappij. En de return rate is super laag. Dat is een mooi voorbeeld, maar wat is dan de succesfactor voor zo'n voorbeeld? Hoe zorg je ervoor dat zoiets bereikt kan worden? Een beetje lef, denk ik. Want die gevangenisdirecteur, die ging een experiment aan. Die durfde een experiment met vertrouwen op een goede afloop. Als je die ingrediënten, die twee, misschien nog wel eentje. Ik dacht, transparantie. Reflectie. Ik vond het wat moeilijk, maar ik kwam uiteindelijk op integriteit. Als je integer bent over je doelen en zegt wat je wil, zegt wat je bent, wie je bent, en dan ook daarnaar handelt, en andersom, en nog een keer andersom, met die andere twee waarden, dan kun je weer kwaliteit gaan herkennen, herontdekken. Deze man heeft ook kwaliteiten en die durfde ze in te zetten, gewoon op straat. Volgens mij vond hij een piano en dacht van, ik ga even lekker spelen. Geheel belangeloos, gewoon omdat hij dat leuk vindt. Ik vond hem eigenlijk gewoon een leuk plaatje, dus dat vond ik gewoon leuk om in deze presentatie op te nemen. Maar deze is wat serieuzer. Ik dacht, wat moet die mevrouw gedacht hebben dat ze dit deed? Volgens mij dacht zij, iedereen doet zijn best om een goed mens te zijn. Zij staat daar te protesteren voor het hoger doel, geen idee wat. Maar zij herkende ook in die ME dat zij ook hun best doen om een goed mens te zijn. Om daar de orde te handhaven bijvoorbeeld. En dat kon ze alleen maar door bij dat moment stil te staan. Dat moment, dat nu. Zij ontdekte in dat moment de kwaliteit en wist dat een vorm te geven door die ME een bloem aan te reiken. En nu jullie. Kijk eens naar je buurman of buurvrouw.
En bedenk eens wat je van hem vindt, zo in één oogopslag. Daar kom ik er later op terug. Als je dat doet, ga je elkaar misschien wat etiketjes plakken. En je gaat het hebben over waardes en waarden en waarde. Maar de echte waarde, die zit hem natuurlijk gewoon weer in die kwaliteit. Weer in die kwaliteit van die sociale interactie. Wat we met Great Place to Live doen, is aan de hand van verschillende thema's kranten maken. En dat doen we ongeveer 3 keer per jaar. En als er dan zo'n krant uit is, dan maken we er een mooi feest van met dialogen en over die thema's. En dan kan iedereen elkaar ontmoeten, al die schrijvers. En dan dat is echt geweldig leuk. Dat is echt super. Die kwaliteit ontdekken. En ook met Label, waar ik werk, daar maken we software. En dat doen we samen met de eindgebruiker. In dit geval met verzorgers in een verzorgingstehuis. Door heel goed te luisteren, ontdekken we gewoon waar ze echt behoefte aan hebben. En niet aan de hand van een lijst met requirements. Dus dan wordt het ook nog eens heel gebruiksvriendelijk. En hebben we een prijs mee gewonnen. Dat is dan vaak het resultaat. Dus ik ben eigenlijk benieuwd, waar wachten we op? We hebben zoveel kwaliteiten in onze sociale interactie. Waar wachten we op? Het lijkt me zo leuk als het kenniscentrum, en ik hoor zoveel mooie initiatieven, als we gewoon al die kwaliteiten gewoon het lef hebben om een stapje te zetten en zeggen, nou, ik ga het gewoon even proberen. Gewoon even en nog een stapje en zeggen, het voelt nog best goed. Doe maar gewoon. Doe ik ook. Het is best leuk af en toe. Dankjewel. Dankjewel, Michiel.